De legging voor de komende week. Voor alle sterrenbeelden afzonderlijk. En we beginnen bij de ram. Duivel. Koningin van Staven. En de dwaas. Er komt een nieuwe persoon jouw leven in. Een nieuwe liefde, zou ik zeggen. Of liefde. Interesse. En dat wordt een beetje een obsessie. Of een beetje een obsessie, heel erg een obsessie. Al je tijd gaat daarin zitten, in deze nieuwe persoon. Dus het is niet zo normaal als je iemand leert kennen die je leuk vindt. Dan leer je elkaar kennen. Dan vind je alles leuk aan die persoon. En je wil graag bij diegene zijn. En dit gaat nog een stapje verder dan dat. Je moet per se bij deze persoon zijn. Als je niet bij deze persoon kan zijn, dan wil je met diegene in contact zijn. Dus bellen en er gaat veel te veel van jezelf hierin. En dat kan je eigenlijk niets anders brengen dan verdriet. Het is niet de meest gezonde relatie. Ik zie wel dat je het inziet. Wat er gebeurt, wat er aan de hand is. En dat je het een beetje rustiger aan wil gaan doen. Het is alleen wel tweerichtingsverkeer. Dus die andere persoon voelt hetzelfde als jij. En zal het waarschijnlijk niet al te makkelijk accepteren allemaal. Dus heel veel succes. Doe mee. De stier. De zon. De maan. De staven 2. Het is. Het voelt alsof je ergens mee zit. Het gaat om iemand, om een bepaald persoon. En je wil vasthouden aan dat probleem. Dus er gebeurt iets waar je eigenlijk geen controle over hebt. En toch probeer je om die controle te houden. En om alles zelf in de hand te houden.
Alleen dat kan niet altijd. Ja, met de zon en de maan is... Kijk, soms is het beter om problemen te laten gaan en om het... om vertrouwen te proberen te hebben dat het goed komt. Als het nacht is, ga je dan op zoek naar de zon? Of vertrouw je erop dat die zon de volgende ochtend weer opkomt? Dat is een beetje de boodschap hier. Dus ook al zit je nu met een probleem, probeer erop te vertrouwen dat het probleem vanzelf weer weggaat en dat er betere tijden aankomen voor je. Want die komen eraan. Ik zie een nieuw begin. Ik zie leuke dingen in het vooruitschiet. En ik zie dat je verder kan gaan. Dat je dit probleem achter je kan laten. En... verder kan gaan. Dus betere tijden komen eraan. Tweelingen. Rad van Fortuin. Koningin van Staven. En de koning van Staven. Nou, jij gaat je match ontmoeten. Misschien ben je al samen met deze persoon. Een vaste relatie. En een passievol nieuw begin. Als je nog niet in een relatie... als je nog geen relatie hebt... dan ga je de liefde van je leven ontmoeten. Ik zie heel veel passie, aantrekkingskracht... En geluk in de liefde vooral. Dus dat is super mooi. En je hoeft er eigenlijk niks voor te doen, want het komt vanzelf naar je toe. Voor mensen die al in een relatie zitten, kan het zijn dat er een nieuw iemand je leven inkomt die je in de verleiding brengt. Want ik zie opties liggen. Bekers 3, pentakels 3. Let daarop. En voor degenen die nog niet in een relatie zitten, gaat dat niet lang meer duren. Want ik zie een nieuwe persoon in je leven binnenkomen. Die eigenlijk jouw perfecte match is. Jouw evenbeeld. Met wie een relatie kan opbouwen. Samen gaan bouwen aan de toekomst. Dus super mooi. Kreeft. De bekers 6. En de bekers 3. Nou. Zo te zien komt er een
een ex weer terug in je leven. En niet de meest leuke. Het is iemand die je liever in het verleden laat. En je bent al over deze persoon heen gekomen. Viel niet mee. Jullie relatie was heel toxisch eigenlijk. Het was geen fijne relatie. En eigenlijk ben je blij dat je dit al achter je hebt gelaten. En deze persoon die komt weer terug, die wil weer contact. Nou, ik zie dat je sterk bent en dat je diegene kan weerstaan. Zie dat je gewoon het contact verbreekt en er niet op ingaat. Dus hartstikke goed. En dat gaat je nieuwe kansen brengen in de liefde. Dus zorg dat je dat volhoudt. De leeuw. De aas van staven. En de schildknaap van staven. Nou, dat is een heel nieuw begin voor je in de liefde. Dus ik zou zeggen een nieuwe relatie. Hernieuwde passie, liefde. Het gaat niet allemaal even makkelijk. Er ligt ook vrij veel vuur. Dus er is een hele grote aantrekkingskracht. Er is heel veel vuur, passie. Dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er wat spanningen komen. Dit is eigenlijk alles in één. Dus je vindt heel veel van wat je zoekt in deze persoon. Liefde, passie. Een echte liefde. Het is iets, ik weet niet waarom dat naar boven komt, maar het is iets waar mensen over praten. Dus als jullie bij elkaar komen, dan is dat iets waar mensen over zouden kunnen roddelen.
kunnen praten. Maar deze persoon die zorgt ervoor dat jij je zo goed voelt eigenlijk, zo fijn voelt, dat het je niet kan schelen. De maagd. Staven 2 en de staven 9. Er is veel wachten eigenlijk voor jou. En ik denk dat je dat zelf het fijnst vindt, want zo te zien ben je aan het helen van een eerdere situatie waar je uitkomt. En is dit een soort van rustperiode voor je? Dus neem die tijd ook echt om te helen en om tot rust te komen. Focus je op jezelf, wat je zelf wil doen, wat je zelf fijn vindt om te doen. De dingen die waar je van geniet. En probeer je te focussen op het positieve. Dus op de positieve dingen. Probeer niet te veel te kijken naar het verleden. En als het gaat om een persoon waar je van aan het helen bent, probeer die persoon dan ook echt achter je te laten. En los te laten. Ga deze persoon niet opzoeken op social media. Je maakt het jezelf onnodig moeilijk. Als je dat doet. Dan breng je die spanning in jezelf en die hou je dan langer vast dan eigenlijk nodig is. Probeer om deze persoon los te laten en probeer om echt verder te gaan. Des te eerder kan je weer genieten van het leven, van alles. De wereld, bekers 9 en de koning van pentakels. ik zie je eigenlijk precies krijgen wat je wilt, wat je wenst. Eindigen en er gaat iets beginnen. En eigenlijk is het beide precies wat je wilt. Eigenlijk gaat het precies zoals je in je hoofd hebt. Precies zoals jij het wilt en hebt bedacht van tevoren, zo gaat het gebeuren. Er gaat iets eindigen en er gaat iets beginnen. En het heeft met de liefde te maken. Dus het kan ook het zijn het einde van een... Het einde van jullie relatie zoals die was en het begin van de relatie zoals die gaat worden. Dus bijvoorbeeld een huwelijk.
En ik zie dat je hier heel blij mee gaat zijn. Het loopt gewoon allemaal precies zoals je wilt, zoals je wenst. Dus ja, niks te klagen eigenlijk. De schorpioen. Zwaarde 2. De staven 7. Er komt een beslissing aan voor je. En die ga je maken. En het gaat niet helemaal van harte. Wel voor jouzelf, want voor jou voelt het aan als een hele nieuwe start. Maar voor iemand anders gaat het heel lastig zijn. Maar voor jouzelf betekent dit een hele nieuwe start, een nieuw begin. Het is een beslissing die je maakt met je hoofd, niet met je hart. En het is een hele, komt op anderen over als een hele harde beslissing. Maar voor jezelf is die heel logisch en heel erg goed. Het gaat ervoor zorgen dat je een hele nieuwe start kan maken. Een nieuw begin. En het is heel, heel erg goed voor jouzelf. Doordat je deze beslissing maakt, kom jij super goed in je vel te zitten. Allerlei opties komen voor je naar boven. Deuren gaan open. Een nieuw aanbod. Ik zie allemaal positieve dingen voor je komen. Allemaal doordat je die ene beslissing maakt. Dus hartstikke goed. Boogschutter. Bekers 5. Gehaldene. En de bekers 9. Ja, er gaan wat dingen veranderen. Op dit moment gebeurt er niet zoveel. Ben je eigenlijk een beetje aan het rondhangen. Gewoon een beetje aan het hangen, niks doen. Aan het nadenken over de dingen over vroeger. Maar er komt verandering aan voor je. Dingen gaan veranderen.
En het is eigenlijk heel positief. Ik zie dat je er niet zoveel zin in hebt om dingen anders te gaan doen. Maar het wordt heel, heel goed voor je en fijn voor je. Want ik zie je alleen maar rondhangen en nadenken. En dat gaat veranderen. Je komt wat meer in de actiestand. En dat is precies wat jij nodig hebt. Er komt iets aan voor je. Een soort aanbod of een nieuw project. En dat gaat jou weer in de actiestand brengen. Dat gaat ervoor zorgen dat je weer zin hebt in de dingen. Dus dat is hartstikke goed. De steenbok. Bekers 9. Pentakels 9. En de koningin van Pentakels. Nou, je bent vooral gefocust op jezelf. Ik zie je vooral gefocust op jezelf, je werk, de dingen die je zelf fijn vindt om te doen. En dat voelt eigenlijk hartstikke goed. Dus je bent aan het uitrusten wanneer dat moet. Je doet leuke dingen wanneer je er zin in hebt. En je bent eigenlijk gewoon met jezelf bezig. En dat is super goed. Je voelt je daar hartstikke goed bij. Alle mooie zelfstandige kaarten liggen nu. Ja, dat zal op den duur, als jij daar aan toe bent, zal dat zorgen voor een nieuwe persoon die jouw leven binnenkomt. Maar dat gaat langzaam. Ik zie je voorlopig gewoon nog genieten van het leven zoals het nu is. Dus hartstikke goed. Waterman. De dood. De schildknap van staven. De zegenwagen. Ik zie een grote verandering. En het zou bijvoorbeeld een nieuw huis kunnen zijn. Maar het kan ook om
komt iets aan voor je waar je heel erg blij mee gaat zijn en heel erg gelukkig mee gaat zijn. Het kan ook zijn dat je, als je ergens mee bezig bent met een project, dat het ineens supergoed gaat lopen. Dus misschien begin je je eigen YouTube-kanaal of het is iets nieuws wat komt deze week waar je heel erg blij mee gaat zijn en succesvol. Ik zie reden tot iets te vieren. Dus er komen echt nieuwe dingen aan die, waarmee je echt succesvol gaat zijn. En de vissen. Aas van zwaarden. De schildknap van zwaarden. En de keizerin. Ik zie dat je een soort beslissing maakt of een soort inzicht hebt over iemand. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een soort van vrij voelt. Het zorgt ervoor dat je je beter voelt. En het zorgt er ook voor dat je je kan openstellen voor nieuwe dingen. Dus dit is iets wat je beseft over iemand. En dat gaat ervoor zorgen dat je verder kan. Dus dat je andere personen een kans kan geven. Het is lastig om te doen voor je. Maar... het is ook beter en dat weet je. En hoe moeilijk het ook is, je doet het wel en je weet ook dat het beter is. En dat er betere tijden aankomen. Dus dat er iemand is die beter is voor jou, beter bij je past. En dat is eigenlijk het besef wat komt. Dus dat is hartstikke goed. Oké, nou dat was hem voor deze week.